Rikst, hoe sta jij er op dit moment voor? Nou ja, eigenlijk is dit wel een hele goede wedstrijd om te kijken hoe je erbij staat en hoe je er staat ten opzichte van de concurrentie. Eerste wedstrijd van het seizoen. Dus dat is altijd wel spannend, maar ook wel weer leuk. Ja, want vorig seizoen, hoe kijk jij daarop terug? Dat verliep anders dan ik had gehoopt. Ik ging natuurlijk voor een EK-plaats en dat was net niet gelukt. Maar we gaan er nu gewoon weer voor de volle 100% voor. En ik ben nog steeds gemotiveerd. Zoals ik al zei, we gaan er dit seizoen weer iets moois van maken. Ik probeer mijn titel te verdedigen op het WK. Dus dat is wel iets moois om naar uit te kijken. Ja, want de afgelopen jaar reed je op Uniek. In Rio, op de Paralympische Spelen, reed je op karaat. Ja. Nu hier een nieuw paard. Ja, klopt. Sinds twee maanden rijd ik ongeveer op dit nieuwe paard, Finsley, een 7-jarige Mary. Die hebben we zeg maar nu in training richting Tokio. Als dat allemaal een beetje goed verloopt, zijn dat de plannen. Uniek is er ook nog steeds en daar gaat het ook heel goed mee. Dus twee paarden nu in training. Ja, want dit paard, Tokio, is nog ver weg. Dus is dat een soort lange termijn traject? Ja, eigenlijk wel. Want ik heb nu afgelopen twee keer best wel de paarden in korte termijn klaar moeten stomen voor een groot kampioenschap. Er komt best wel veel druk bij kijken. En nu wilde ik eigenlijk ervoor zorgen om het over een langere termijn te smeren. Om ook voor zowel mij als het paard het beter te kunnen doen. Zo'n paard klaarstomen, wat komt er allemaal bij kijken? Ten eerste is het heel moeilijk om een geschikt paard te vinden voor de parasport. We hebben er ook wel even over gedaan om iets te vinden. Ze moeten braaf zijn. In mijn geval goed kunnen stappen en draven. En ik heb niet heel veel beenhulpen. Dus ik moet het paard leren om op geluidjes te lopen. En ik geef hulp anders. Dus dat moet gewoon in zijn totaliteit afgestemd worden. En je moet gewoon een goede combinatie samen worden. En Finsley, heb je het idee dat dat een goede combinatie kan worden met jou? Ja, tot nu toe gaat het wel heel erg goed en ben ik heel erg tevreden. Ze leert echt super snel en ja, ze is super lief en braaf. Dus zoals het er nu voor staat, heb ik er wel veel vertrouwen in dat het gaat lukken. En dit jaar, alles gericht op de wereldruiterspelen? Ja, zeker weten. Dat is het grote doel uiteindelijk. De wereldruiterspelen zijn best wel speciaal, omdat het maar één keer in de 4 jaar volkomt. Dus het is super gaaf als je daaraan mee mag doen. En ik ben van plan om daar mijn titels te gaan verdedigen. Dus een mooi vooruitzicht. Ja, want die titels 4 jaar geleden, hoe bijzonder was dat? Ja, dat was heel erg bijzonder. Het was mijn eerste grote kampioenschap. En een jaar daarvoor had ik nooit durven dromen dat ik dat ooit bereiken zou, zeg maar. Dus dat is allemaal super snel gegaan met Uniek. Maar dat was gewoon fantastisch om mee te maken. En dat is nog steeds een van de meest bijzondere wedstrijden die ik heb gereden. Ja, en die ervaring die je toen hebt opgedaan, neem je dit jaar ook weer mee? Ja, zeker weten. Ik ben nu veel meer bedreven in de wedstrijden, veel meer ervaring. Dus dat is zeker iets wat me helpt en waar ik gebruik van kan maken. Want hoe belangrijk is deze sport voor jou? Eigenlijk heel erg belangrijk. Ik vind het super leuk om te doen en daarnaast is het ook heel erg goed voor mijn lichaam. Als ik een week niet zou rijden, dan zou ik lichamelijk er veel meer op achteruit gaan. Dus voor mij is het ook echt een therapie. Ik geniet er gewoon ontzettend van. Zolang ik dat plezier er nog in heb, dan blijf ik het zeker doen.